tweede aflevering van... Slaaijenslag! Met uw eigen presentatieduo... Serge Brink. En Helga Kokje Kremers. Ja, en we hebben weer vier vragen voor u. En een thuisvraag. Ja. Dat zeg ik. Ja, gekke Helga. Ja, en dan kunt u beantwoorden. Hè? De vragen mag u in de chat beantwoorden hiernaast. En de thuisvraag in de messenger. Ja, en waar gaan we deze dag naartoe in de geschiedenis? Oh. Dat is de vraag. Ja, zal ik het zeggen? Ja, Serge, ja. Hou je niet in. We gaan met de VOC naar Japan. Oh, spannend. Ja, ja. Maar eerst krijgen we het antwoord op de thuisvraag van vorige week. Ja, dan gaan we daar naartoe. Ik ben er klaar voor, ja. Serge. Sla je slag. Ja. De thuisvraag van vorige week. Wie was toch die stadhouder? Die door de Orangisten en Frankrijk en Engeland in het zadel werd geholpen. Na de moord op de gebroeders de Wit. Helga, weet jij het? Ja, het goede antwoord op de thuisvraag is Willem de Derde van Oranje. Ja, ja, want het was dus wel een Willem en een Oranje, maar niet Willem van Oranje. Nee, en helaas dus... Niemand had het goed. Ja, Willem van Oranje was te zwijgen. Die was al dood, hè? Ja. Ja, en daarna kwam Willem de Eerste, Willem de Tweede, dit was nu Willem de Derde. Dan kwamen nog een vierde en een vijfde. En zelfs Alexander heeft Willem, alsof ze geen fantasie hebben. Ja, ja. Maar het was dus Willem III. Nou, gaan we lekker door naar de eerste vraag van aflevering 2 van... Slaaijenslag! Het Nederlandse vice-admiraalschip De Liefde bereikte op 19 april 1600 met slechts 24 overgebleven bemanningsleden Japan, met de kapitein Kwakernaak en de Engelsman William Adams als de stuurman. Deze speelde uiteindelijk een cruciale rol bij het tot stand brengen van het exclusieve handelsakkoord, dat bijna 250 jaar stand heeft gehouden. Nog later was hij de hoofdfiguur in de televisieserie Shogun, naar de gelijknamige bestseller. Shogun Tokugawa Ieyasu benoemde hem tot een bijzondere adviseur, Anjin San, meneer de zeeloods. Na enkele jaren en de nodige tegenslagen te hebben overwonnen, mochten de Nederlanders wonen en werken op een kunstmatig aangelegd eiland voor de kust van Nagasaki. Het was verboden om ook maar één voet op Japanse bodem te zetten, met uitzondering van de delegatiebezoeken van de Nederlandse koning aan de shogun. Hoe heette het eilandje waar de Nederlanders bijna 250 jaar op verbleven? A. Honshu, B. Deshima of C. Tanegashima? Konnichiwa. Ja, Helga. Hoe heette dat eilandje nou eigenlijk? Nou, ik zal het proberen, Serge. In mijn beste Japans. Ah. Daar komt het. Dat eilandje waar die Nederlanders niet vanaf mochten, heette Deshima. Oeh, nou, weet je wat dat ook weer? Ja. Want wat deden ze daar nou eigenlijk, hè? Ja. Nou, ja, ze handelden dus in spullen uit Nederland, die met het VOC-schip werden aangevoerd. En dan op de terugweg namen ze bijvoorbeeld porselein mee. Oh. Ja, ja. Hoewel dat eigenlijk uit China afkomstig is, hè? Want ja, dat kenden wij niet, porselein. Nee, aardewerk hadden we in Makkum en in Delft en zo. Maar porselein, nee, dat konden ze niet. Nee, dat was Marco Polo als eerste meegekomen, hè? Ach. Die kwam langs de zijderoute, kwam hier met porselein terug. Ja, ja. Oh, maar heette het ook al porselein in China? Het klinkt niet heel erg Chinees. Nee, het is, komt uit Italiaans. Ach. Ja, want de Italianen dachten dat het van fijngestampte kauri-schelpjes werd gemaakt, hè? Die hadden ook een beetje diezelfde kleur. En omdat die schelpjes, die noemden ze dan
Porcella. Want varkentje betekent. Een soort zeugje. Ja, want ze dachten dat die schelpjes... Die opening zag er net uit als een damesopening van... Ja, gek hè. Ja, dat heette Porcella. Dus noemen ze het Porcelana. En zo zijn we aan porselein gekomen. Ach, ja, leuk hè. Ja, kwetsbaar ook hoor. Kan je niet zomaar je slag opslaan. Nee, dan is het meteen stuk. Sayonara. Vraag 2. De letters VOC staan voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De voorlopers van de VOC waren de zogenaamde voorcompagnieën, ook wel de compagnieën van verre genoemd. Ze waren onder meer gehuisvest in Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, Hoorn, Enkhuizen, Delft en Veren en beconcurreerden elkaar om een zo groot mogelijk aandeel in de specerijenhandel te krijgen. Hoe Hollands om elkaar de tent uit te vechten in plaats van samen te werken. Hierdoor kwam de handel onvoldoende uit de verf. Het bestuur van de Republiek, de Staten-Generaal, vonden het een zorgelijke ontwikkeling, waarop de raadspensionaris van Holland, Johan van Oldenbarneveld, en de stadhouder de kooplieden dwongen om te gaan samenwerken. Het resulteerde in de oprichting van de VOC op 20 maart 1602. Wat was de naam van de stadhouder die samen met Johan van Oldenbarneveld aanspoorde tot de oprichting van de VOC? A. Willem III. B. Prins Maurits. Of C. Willem IV. Ja, Helga. Wie was die stadhouder die de VOC hielp oprichten met Johan van Oldenbarneveld samen? Ja, wie was dat? Ja. Wisten jullie het? Het is een bekende uit onze geschiedenis. Oh. Het is Prins Maurits geweest. Ja. Ja. Had ik kunnen weten. Ja. Ja. Maar het viel niet mee, hè, Serge, het leven op die schepen. Nee, zeker niet. Want de liefde die als enige in Japan aankwam, was er één van 5 schepen die vertrokken. En die was de enige die het lukte om Japan te bereiken. Ja, een andere is in de storm vergaan. En er is er eentje door de Spanjaarden in beslag genomen. En een ander weer door de Portugezen. Ja, dat was overal hommeles hoor. En de Indianen die mensen doodmaakten. Ja, van de 500 opvarenden van die 5 schepen zijn er maar 50 teruggekomen in Nederland. Ja. Nou, zo kon je niet goed je slag slaan. Nee. Er zijn er ook nog een stelletje, waren gevangen genomen door de Spanjaarden en die werden bevrijd door vanwege de slag bij Nieuwpoort in 1600. Ach. Ja, toen was er een Spanjaard gevangen genomen. Die hebben ze geruild. Nou, dan hadden we toch weer goed. Ja, leuk hè.
De handelspost op Deshima viel formeel onder de verantwoordelijkheid van de VOC, die voor de kosten en het onderhoud moesten opdraaien van het eiland, de schepen en het vervoer van de handelswaar. De Nederlandse staat profiteerde volop van de financiële vruchten. Het regime op het eiland, dat net zo groot was als de Dam van Amsterdam, was streng. Zo mochten er slechts 10 tot 15 Hollanders verblijven, die het eiland niet mochten verlaten, met uitzondering van het jaarlijkse bezoek aan de shogun. Na het handelsseizoen, dat liep van augustus tot november, gingen de koopmannen, onderkooplieden en hun assistenten terug naar Batavia en mochten niet terugkeren, om te voorkomen dat er vriendschappelijke relaties tussen Hollanders en Japanners ontstonden. Ook mocht het christelijke geloof niet worden beleden op het eilandje. Bijbels en christelijke kunstwerken waren strikt verboden. Hierop werd regelmatig gecontroleerd door Japanse wijkmeesters, otana's, en leden van de geheime politie, metsukes. Wapens en munitie waren eveneens verboden op Deshima. De vraag: waar werden de Hollandse doden begraven? A. Op het vasteland van Japan aan de kust, of B. De overledenen kregen een zeemansgraf. Ja, waar wilden ze nou begraven, hè? Op het vasteland van Japan of op zee? Helga, kun jij ons uit de brand helpen? Nou, Serge, ik denk dat ik het kan. Ah, ja. Het goede antwoord was, wisten jullie het? Het was het zeemansgraf. Ja. Het viel allemaal niet mee, hè, op het eilandje. Het was heel klein en ze mochten helemaal niks. Ze mochten niet naar het vasteland. En ze mochten hun vrouw niet meenemen. En ze moesten maar wachten tot er één keer per jaar een schip kwam. En dan mochten ze dat uitladen en de spullen neerzetten. En weer andere spullen weghalen. Maar voor de rest was er niks te doen. Nou, niet helemaal, Serge. Oh? Nee, want af en toe werd het eiland bezocht door de keesjes, zoals de Nederlanders ze noemden. Ach, en wie waren dat? Nou, dat waren de mooie vrouwen en de courtisanes. En zoals dat in het Japans heet, mooie vrouw, keesje. Ach. Ja, en de Hollanders maakten daar keesjes van, waarmee ze lekker gingen omakutje. Oma wat gingen ze? Oma kutje. Ja, want omai betekent heerlijk en kutje betekent mond. Oh. Ja, en de Japanners zoemden zelf niet op de mond, maar de Nederlanders wel. Ja. Dus er kwam een nieuw woord uit, omakutje. Omakutje, ja, deden ze me al te graag, hè? Nou. Ja. Heerlijk mondje. Ja. Nou, jij hebt ook best wel een omakutje. Oh, Serge! Als het zo vrij mag zijn, hoor. Ja. De Nederlandse aanwezigheid in Azië werd halverwege de 19e eeuw met het jaar moeilijker, doordat de Engelsen steeds meer de oude koloniën opeisten en de Verenigde Staten als een nieuwe grootmacht haar intrede deed op het wereldtoneel. Zo werd Japan in 1853 gedwongen om de grenzen te openen en de exclusieve handel met de Nederlanders op te zeggen. De Amerikaanse commandant Matthew Perry maakte duidelijk dat als de shogun hier geen gehoor aan gaf, er militair zou worden opgetreden. De Japanse krijgsmacht was geen partij voor de superioriteit van de Amerikaanse marine. Er werden nieuwe handelsverdragen opgesteld met Verenigde Staten en andere landen, waaronder Nederland. Op verzoek van de shogun zorgde de Nederlandse regering voor de opbouw van een Japanse marine en leerde de Japanse soldaten hoe zeeslagen met succes te winnen. Hierna vroegen ook andere landen of zij de kunst van zeeoorlogen voeren konden leren, tegen natuurlijk een flinke betaling. Rond 1865 was de Nederlandse invloed in Azië tanende en dus liepen ook de inkomsten terug. Er moest een nieuwe winstgevende markt in Azië worden aangeboord. Maar welke? A. Palmolie. B. Suikerriet. Of C. Cocaïne.
ben benieuwd, Helga. Wat was het geweest? Was het nou palmolie? Of suikergiet? Of cocaïne? Nou, Serge, wat denk je en wat denken jullie? Palmolie! Nee. Nee? Suikergiet dan? Nee. Oh, dan moet het wel... Cocaïne? Ja. Nou. Ja. Ach, ja. Ja. Verbazingwekkend, hè? Ja. Ja. Maar er stond in Amsterdam een fabriek. De Nederlandse cocaïnefabriek. Dat is heel klein begonnen, hoor. Maar die werden toen op een gegeven moment zo'n beetje de grootste van heel de wereld. Met cocaïnebladeren in Nederland. Want ze haalden planten uit Zuid-Amerika. En die werden toen in Indonesië of Oost-Indië, zoals ze toen zeiden. Hè, de gordel van Smaragd werden die verbouwd, de plantages. En toen werd Nederland de grootste exporteur van coca-bladeren ter wereld. Zo, nou, waar een klein land groot in kan zijn. Ja, ja. En daar maakten ze cocaïne van en heroïne en novocaïne. Ja. Ja, allemaal voor medicinale doeleinden. Oh, hè? Natuurlijk. Ja, voor zere tanden en een verkoudheidje. Ja, bijvoorbeeld kon je ook pillen van krijgen. Werd allemaal verkocht en zat vroeger ook natuurlijk in de frisdrank. Hé, de coca. Ja. Nou, geen sluikreclame, nee. Serge. Nee. Ja, dus alleen voor medicinaal gebruik. Hè? Dus voor de rest halen ze hun neus op. Serge. Ja, grapje. Woordspelingen, ja. De opperkoopman van de VOC op het handelseiland Deshima werd ook wel opperhoofd genoemd. De jaarlijkse delegatie naar het hof van de shogun werd door het opperhoofd geleid. Echter mocht niet Jan en Alleman de shogun ontmoeten, laat staan ermee praten. De rang van het opperhoofd was formeel te laag om op audiëntie bij de shogun te gaan. Daarom kreeg de opperkoopman een, overigens tijdelijke, rang. Wat was die verkregen rang? A. Daimyo, B. Samurai of C. Otana.
Konnichiwa. Ja, en dat waren dus alle vragen voor vandaag. Nou, ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken en dat je het leuk vond om mee te doen. Ja, wat was het weer reuze gezellig om elkaar weer eventjes zo te zien, hè? Ja, ja, ja. En volgende week krijgen jullie het antwoord op de thuisvraag. En die mag je het antwoord opsturen per messenger. Ja, en ondertussen lekker oefenen op je nieuwe Japanse woorden. Omakuchi! Omakuchi! En dan zien we jullie volgende week weer met aflevering 3 van... Sla je slag! Om 7:30 op de Facebookpagina van de Salon van Meleer. Tot dan! Tot dan! Sayonara! Thank you.